De video in YouTube moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zijn dat dan van die hoge eisen? Want niet iedereen heeft natuurlijk een professionele camera thuis staan. Nee, maar iedereen heeft eigenlijk wel een smartphone. En met je smartphone is mijn advies om altijd gewoon met je smartphone te beginnen. Die heeft iedereen. Ja. Daarmee kun je op dit moment, als je op dit moment een smartphone koopt of je hebt een smartphone van een jaar oud. Zo makkelijk is het eigenlijk. Die zijn gewoon tip-top perfect om mee te beginnen. Kijk, als je meer wil met geluid en misschien betere beelden, dat kan altijd nog. Maar als je namelijk met je smartphone begint, dan kun je ook proeven van, is het wel iets voor mij? Want het moet liggen bij je. Kijk, het moet geen verplichting zijn. Je moet het ook leuk vinden om te doen. Oh, absoluut, absoluut. Maar je wil ook met je bedrijf wat bereiken natuurlijk, denk ik dan, hè? Je wil ook wat bereiken, maar als je het niet leuk vindt om voor de camera te presenteren, dan kom je ook niet over. Dan pakt het ook niet. Dus je moet het ook wel leuk vinden. Maar ik moet wel zeggen, ervaringsgewijs blijkt dat veel, want ik geef ook workshops voor ondernemers, dat ondernemers wel aanhikken tegen het maken van video's. Maar als ze eenmaal begonnen zijn, dan hebben de meesten veel plezier erin. Tweede, ik ben ook zo begonnen inderdaad. En mijn eerste video's heb ik ondertussen verwijderd, want die zien er niet uit. En ik kon niet zeggen dat mijn video's nu goed zijn, maar ze zijn wel beter als een paar jaar terug. En er staan er wel video's die 5 jaar oud zijn. En als je dan video's ziet van 2 jaar oud, ja, dan zie je echt wel een verschil in inderdaad. Mm-hmm. Je moet ontwikkelen. Ja, dat is het, hè. Want het is gewoon nog een kwestie van meters maken, ervaring opdoen. Ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor alles wat je leert, maar je merkt het zelf, hè? Hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Ja, je vindt het ook niet meer eng om voor dat ding te staan. En je hebt ook, het gaat veel makkelijker. Ja, op een gegeven moment vond ik het eng om in waar mensen stonden, om dat op te nemen. Ik heb laatst keer jouw video gezien, toen was je op vakantie, neem ik aan. Ik weet het even niet meer goed, maar je hebt over het boek van Adjo van Erkelaar. Ja, klopt. Ja. Dus de mensen, dat vond ik inspirerend. Ik denk, die mensen kijken naar jou om. Je staat daar gewoon te filmen, alsof je er, even plat gezegd, oneerbiedig scheid aan hebt aan die mensen. En dat vind ik wel heel knap inderdaad.